Ja, prachtig, hè? Vind je niet? Je ziet hier meer dan 300 soorten pioenen. Ja. Er komen ook hier veel dagjes mensen, die komen gewoon aanlopen. Maar het is opgezet voor de kwekerij. Maar ook handelaren lopen hier, bloemenhandelaren, binnen buitenland, de exporteurs. Dus die maken het allemaal zelf? We telen alles zelf in Limburg. Dus daar worden de knollen geteeld als tweejarige plant. En dan komt het naar Schagen en hier wordt het allemaal verwerkt. Een prachtige pioen, hè? Ja, handvol, hè? De naam zegt het al, Modest Joyce. U dacht gewoon, we gaan even kijken. Ja, tuurlijk. Ja, we kwamen hier toevallig langs. En toen zagen we dat hier de mooie bloemen waren. Dus we willen u even vragen of we ook even mogen kijken. Nou, en dat mag? Ja, fijn. Ik vind ze prachtig. Vooral die dubbele, die vind ik heel mooi. En ik zie hier zijn met twee kleuren, dat had ik ook nog nooit gezien. Dit zou ik ook voor mensen openstellen, voor het publiek. Kunnen we een vergelijking trekken met de bollenvelden straks? Ik kan me zo voorstellen dat mensen ook wel langs prachtige velden met pioenen willen rijden. Dat snap ik, alleen de pioenen die worden geteeld voor de snij. En wij telen pioenen alleen voor de knol en dat laten we uitbloeien in Limburg. Dus dat, die buslading pioenen, die busladingen, die zien wij niet. Nou, zoals de tulpenvelden. Dan is die bloemen kwijt? Dan is die bloemen kwijt, ja. Je moet het hiermee doen en je hebt voldoende keus.